Met 8 vestigingen in en rond onze stad begrijpen wij de Antwerpse verkeersproblemen als de beste. Vandaag tonen we hoe een bakfiets een wagen kan vervangen om bijvoorbeeld kinderen naar school te brengen of boodschappen te doen. Ik ben Anne, ik heb 2 dochters, Floor en Jasmijn. 2 jaar geleden hebben we onze auto ingeruild voor een bakfiets en ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Toen ik zwanger was van mijn oudste dochter, heb ik mijn rijbewijs gehaald. Ik heb direct gemerkt dat autorijden echt niet mijn ding is, dat ik daar helemaal geen geduld voor heb. Dat in de file staan echt zo frustrerend is, want eigenlijk zijn ze gewoon een deel van de file. Dus ik had al snel zoiets van, ja, deze doen we niet. En dan ben ik overgestapt op de bakfiets. En deze is het echt wel. Deze maakt echt wel dat ik mobiel ben, dat ik mijn vrijheid volledig terug heb en dat ik echt alles kan doen wat ik met een auto zou doen. Ik gebruik mijn dagfiets dagelijks om naar school te fietsen, om naar de winkel te fietsen. Ik kom net van de markt, ik heb een hele bakfiets volgeladen. In de vakantie gaan wij daarmee naar de speeltuin, naar de zoo, naar Plankendaal, maar overal. Als het maar binnen dit en 40 kilometer van mijn huis is. Ik heb een elektrische bakfiets, maar dat maakt dat ik veel verder ga als ik met mijn gewone fiets zou gaan. En wat het mij minder moeite kost om zo ver te gaan. Mijn 2 dochters zijn ook echt allebei heel erg fan van de bakfiets. Vooral mijn jongste dochter. Sinds dat ze geboren is, rijd ik al elke dag over en weer naar de school van mijn dochter tijdens haar slaapuren. Dus nu ziet ze dat een beetje als haar tweede bedje. En als ik 10 minuutjes aan het fietsen ben, dan slaapt ze. En als ze wakker is, dan vindt ze het super leuk om naar alles te kijken, om mij aan te wijzen wat er allemaal in de buurt staat. Ik fiets heel graag langs velden en langs dieren, omdat mijn 2 kinderen dat fantastisch vinden om er te kunnen kijken. Volgende week ga ik 10 dagen fietsen, samen met mijn man met de bakfiets en de kindjes erin. Mijn man met de lichtfiets, mijn kerken erachter. En dan gaan we de Noordzeeroute affietsen, wat dat een hele uitdaging lijkt. Maar sinds ik deze bakfiets heb, ben ik er echt wel van overtuigd dat we zeker 480 kilometer kunnen halen.